Mees Krekels voetbalt al jaren in de jeugd van PSV. Heeft een stokje overgenomen van zijn vader en die weer van zijn vader. Ik ga even kijken hoe het eraan toe gaat in zo'n voetbalfamilie. Oh, en we eten een appje mee. Ik heb hier te maken met een familiedynastie. Zoon, vader, opa, die talent hebben voor voetballen. Zoons overigens, natuurlijk jouw broer ook. Dit is toch een beetje ter ere ook van je opa, want die is helaas in maart overleden. Dus dit is mooi om te doen. Maar ik wil even terug naar het begin. Hoe is het bij jou begonnen, Mees? Hoe is het bij mij begonnen? Ik begon bij Stiphout Fruit in de minis. Heb ik een aantal jaar gevoetbald, sinds jong. En toen ben ik naar de FC gegaan, 1 jaartje of 2 jaartjes. Toen was PSV al het begin in de F's. Ja. En mijn 11e, 12e jaar en nog steeds naar mijn zin. Maar jouw liefde voor voetbal, is dat overgedragen door jouw opa of door jouw vader? Nou, ik denk gewoon door mezelf. Je wil altijd met een bal bezig zijn. En natuurlijk helpt het als we een verleden hebben erin, maar een bal was altijd voor mij niet verkeerd. Heeft je vader geen bal in de wieg gelegd? Moet ik aan hem vragen, maar... Jouw papa, hoe was... Mijn vrouw zit te knikken, nee, maar volgens mij was dat bij Reva, heeft hij wel een klein balletje toen gekregen. Ja. Hij heeft wel in de wieg gelegen. Ja. Ja. En hoe was dat dan voor jou? Want je hebt 2 zoons gekregen, jij voetbalde zelf natuurlijk. Ja. Wilde jij graag dat ze die bal op zouden pakken? Of... Nou ja, goed, je bent zelf heel veel bezig geweest met voetbal. En het is altijd leuk als je kinderen dezelfde interesses tonen. En als je dan toch in het weekend naar je kinderen wil gaan kijken, waarom dan niet naar het voetballen? Dus ik vond het wel leuk, ja. Ja, ja, want het is bij jouw vader begonnen, hè? Ja. Jouw vader heeft ook in betaalvoetbal gezeten, natuurlijk de topscorer van Helmond Sport. Ja. En dan neem jij het stokje over, maar hij wilde niet echt dat jij de juiste richting opging. Mijn vader die zei altijd van school is veel belangrijker dan voetbal. En vandaar dat hij dat op die manier niet heel erg stimuleerde, moet ik zeggen. Ik was in die tijd ook volop bezig om met voetballen bezig te zijn. En als je dan de kans krijgt, ook in je jeugd, om naar PSV te gaan. Ja, dan wil je dat eigenlijk wel. En als je vader dan zegt, ja, dat moet je niet doen. En dat komt wel. Als je heel goed bent, dan komen ze nog wel een keer terug. En een aantal jaren op rij gebeurt dat. Ja, dan weet je eigenlijk ook niet hoe je daarmee om moet gaan. En dan volg je, in ieder geval mijn vader gevolgd, ja, in zijn advies. Is er een eigenschap van je opa die je graag in het veld zou willen hebben? Dat zou ik niet durven. Ik heb hem eigenlijk niet zien voetballen. En dat was eigenlijk een aanvaller en ik ben een verdediger. En volgens mij was het een mooie voetballer en ik ben minder een mooie voetballer, meer een harde werker. Ja, is dat zo? Ja, ja. In welk opzicht? Ja, ik ben een verdediger wat harder en denk dat hij wat meer souplesse had in zijn spel. Nou, de 2 heren in de stoelen. We gaan ons verplaatsen naar het eten. Super fijn dat we mogen eten overigens. Want ik ben wel heel erg benieuwd naar de andere zoon, ook een voetballer natuurlijk, en naar moeders. Hoe dat is in zo'n voetbalfamilie. Reva, hoe is dat voor jou? Je broertje die dan bij PSV voetbalt, heb je altijd een concurrentiestrijd met hem gevoeld? Nee, eigenlijk niet. Zoals hij zelf al zei, trouwens hij is 2 jaar jonger, dus ja, dat scheelt sowieso al. Ja. Dus in de jeugd kon ik hem nog hebben. ik denk nou niet echt meer. We hebben al lang niet meer samen gevoetbald, maar... ik denk dat hij wel onderhand voorbij is, maar ook wel. Dus, Nee, zeker niet. Okay. Nee. En moeders, jij in zo'n voetbalfamilie, hoe is dat als enige vrouw? Nou ja, op zich, ik ben het al heel lang gewend natuurlijk. En ik werd van voetballer natuurlijk ook al, dus dan kom je natuurlijk wel een beetje in dat wereldje en weet je wel hoe het is om in ieder geval met de sporter om te gaan. En de jongens waren natuurlijk al heel snel sportief. Wat Bert al net zei van ja, in de wieg wil niet zeggen dat je dan een sportief ziet zijn. Maar wel, ja, weet je, dat ze met 10 maanden en 9 maanden liepen. Dan zie je al wel van, oh, die motoriek die zit wel goed. En toen heb ik nog een poging gedaan om ze eerst toch te laten tennissen. Ik dacht van, nou, ik kan een poging wagen. Maar dat is helaas niet gelukt. En al heel snel was die bal de hele dag wel aan de voeten. Ja. En doosje speelgoed die kon ik eigenlijk opnieuw weggeven. Omdat toch altijd die bal de voorkeur had. En en dan begint het en dan ga je daarin mee. En dan faciliteer je ze waar nodig. En dan ben je de taxichauffeur, je zorgt voor het eten. En jij bent de manager in huis. Ja, een beetje de familiemanager zeg ik altijd maar. En voor de rest moeten ze het toch zelf doen. En kun je ze alleen maar steunen op dat vlak.
En ik heb verder ook nooit gevoetbald, dus ik heb technisch ook helemaal geen stand ervan. Dus daar laat ik ook vleven. Maar wel ieder weekend op de hertgang, denk ik. Ja, maar ook naar Reva zijn we altijd gaan kijken, alle wedstrijden. En als ze tegelijk speelden, dan splitste gewoon de een met Reva en de ander met Mees mee. En tenminste, voor mijn gevoel hebben we dat goed gedaan om dat te verdelen in ieder geval. Ja. Dus prima. Goeie voetbalfamilie. Ja. En beste aan het hoofd, of niet? Sorry, ja, pap. Oké, nou ja, en faciliteren. We gaan lekker eten. Ja, we gaan super fijn. Ja, nou, kom erop dan. Nou, we worden hier goed verzorgd, zie ik wel. Hoe word jij gesteund door jouw familie? Ik word gesteund door familie doordat ze altijd aanwezig zijn, altijd positief blijven. En als het iets minder gaat, wat gelukkig nog niet zo is, daar zullen ze voor me zijn en dat doen ze goed. Ja. Mag niet klagen. En wat is jouw doel? Mijn doel is om zoveel mogelijk wedstrijden in Jong PSV te spelen. Dat sowieso. En dan hopelijk krijg je een minuut in één of ga je verder. Ja, want in die zin moet je opa even naar, want die heeft wel een Eredivisie gespeeld. Ja, klopt. Ja. Daar hoop ik ook zeker in te spelen. Ja. Hoe lang gaat het nog duren, denk je? Ik denk dit jaar sowieso nog eerst in Jong. En dan hoop ik dat jaar erop minuutjes te mee te krijgen. Optimistisch, hè? Zeker. Goed zo, dat moet je zijn. Goed zo. Nou, succes. En ik denk dat we hier lekker gaan opscheppen. Gaan we zeker. Dankjewel, doen, jullie. Dankjewel. Succes, thanks. Dankjewel.